In juni 2021 vierden Trina en Bart van Doren in Langenboom hun 70-jarig huwelijk. Ter gelegenheid van die speciale huwelijksdag hadden we een interview met hen. We spraken bij het afscheid af dat we terug zouden komen als Bart 100 jaar zou worden. Wel nu, op vrijdag 27 januari viert Bart zijn 100ste verjaardag. En vandaag dat we opnieuw op bezoek gingen bij Trina en Bart. 100, hoe gaat het Bart? Gezien de leeftijd, dan mag er fort wat aan markeren. Ja. Ik ben gelukkig nog, wat dat betreft in de kop, zit het nog behoorlijk goed. Ja. 100, dan is de neigheid er voor het af, toch? Ja, dan is het beste voor het af. Maar ik zeg nogmaals, als dit er maar goed blijft, dan ben je toch een heel eind op weg. Dan kun je toch nog mee praten en kun je nog... Maar het vergeten en zoiets allemaal, dat zijn allemaal dingen die komen, dat is normaal. Ja, je kunt niet alles vervangen, hè? Nee, maar dat is een hoorapparaat en een bril en zoiets, dat zijn toch gelukkig dingen die dan goed van pas komen. Ja. Trina, jij bent nog maar 94. Als we even terugkijken naar wat ik net zei, bijna 2 jaar geleden, toen waren we 70 jaar getrouwd. Ja, en nou dus van de zomer alweer 72. En hoe is het dan om een 100-jarige getrouwd te zijn? Oh, heel, want ik kan hem niet missen. Ja? Dat is dus de plots. Ja, heb ik nou, en van de houden, dat hou ik nog steeds. Net zoveel van wat vroeger. Ja? Dus meer kan ik niet zeggen. Ja. Hey, Bart, maar als we terugkijken, 100 jaar, in die tijd is er toch echt gruwelijk veel hadden zien komen. Hè? In, als we noemen televisie, als we noemen qua muziek, als je telefoon. Waar is iets wat je in die 100 jaar zegt, daar vond ik het mooiste wat uitgevonden werd? Als je ziet bijvoorbeeld dat ze nou een telefoontje hebben en ze kunnen met elkaar praten, dan is het nog 2000 kilometer terug. Ja. Nou, dat is iets. Dat mogen die mensen die daar mee om kunnen gaan. Ja. Daar is daar een gave van. Ja. Dat is iets prima. We hebben auto leren rijden. Want hoe zien jullie dagen eruit, Trina? Zo als je nogmaals 72 jaar getrouwd bent. Nou, smergens opstaan, niet te vroeg, hoeven niet meer, hè? Nee. Nou, en dan doen we samen brood eten. En 10 uur koffie weer. En 's middags weer een kumke soep. Ja. En het eten weer. Ja. En dan gaan we een uur of half 1 gaan we wandelen samen. Oké. Okay. Helemaal hier rond zo. Dan moeten we weer de been. Ja, ja. Want anders houdt het niet. Nou, en dan 3 uur weer als we terugkomen weer koffie. Ja. En zo gaan we. En dan zo zitten we bij de televisie. Ja. En Bart slaapt nog wel eens op de bank en lopen maar even liggen en dan vroeg naar bed, niet te laat. Ja. Wat ze nou eigenlijk vergeten is ons dingen die we vullen de dag. En dan zijn er nog verschillende dingen waar wij toch menen, als we 's morgens opstaan, dan moet er iets te wachten zijn voor ons. Er staat iets te wachten, toch? Ja. En Trina heeft bijvoorbeeld nog een moestuintje. En dan moeten de boontjes moeten gezet worden en de boerenkool en de plantjes moeten naar Jan morgen doen. Moet je een doel hebben, wat zullen we vandaag eens gaan doen? Ja, dat is zeker. En werken, dat staat bij ons eigenlijk vooraan. Dat is eerder nog als hobby, echt hobby. Ja, maar werken, dat is iets wat je hele leven gedaan hebt, Bart. Ja, dat is het enigste woord wat wij heel goed kennen. Werken. En dat hebben we eigenlijk altijd gedaan, ons hobby was ook werken. Ja, want daar hebben we de vorige keer wel eens over gehad, wat je allemaal gedaan hebt. Zeker. Stilzitten is vooral niet iets van jou, hè, of van jullie. Nee. Dat zou ik ook niet kunnen. Nee. Daarom beklaag ik die mensen nooit die echt geïsoleerd zitten. Ja. Ja. Nou, op de 27e januari, dan worden 100, Bart. Hoe gaat het vieren, de 100ste verjaardag? We gaan het gewoon smergens, staan wij op en dan is het een week. Dan hebben wij het, wij doen het eerst vieren met ons eigen groepje. Ja. En dat is niet al te groot, maar het is toch wel een maand of 15, denk ik. Ja. Ja. En dan doen we diezelfde dag, doen we dan een etentje en zo heel normaal. Niet met hoi. Ja. Dus, maar je laat uw 100ste verjaardag in ieder geval niet zomaar voorbij gaan.
Nee, het is, dat doen we zeker niet. We moeten er wel goed bij stilstaan dat we toch hebben mogen halen. Hey Trina, en dan ja, over 6 jaar, dan komen we weg, want dan word jij 100. Nou, het is te hopen dat ik het ook hoor. je doet er niks speciaals voor, denk ik. Niks. Toch? Je kunt er ook niks. Maar dan hoop ik dat ik hem nog heb. Dat we het samen kunnen vieren. Ja. Maar dat kan best, maar dat kan misschien wel niet zijn. Ja. Ja. Daar loopt we gewoon over naar boven. Ja. Wat er die van zei. Ja. Ja. Of ja, maar... ik mag blijven bij hem nog, zolang. Ja. Heel veel plezier en ja, nogmaals nu alvast van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En ik vind het fijn dat jullie er die tijd voor opofferen om zo allemaal een beetje aan de draai te houden. Wij doen het, Ger. Ja, dat vind ik zelf een pluspunt. Dankjewel. Ja, zeker. Dankjewel.